In deze serie behandelen we de 4 P's van succesvol ondernemen. In deze aflevering behandelen we de P van proces. Althans, niet we. Dit gaat Richard Koffijberg doen. Het mooie is dat hij zelf achter de stoel heeft gestaan in de salon, maar is nu de eigenaar van de Business Factory. Hij kan dus echt serieus helpen om naar je bedrijf te kijken, hoe dat je kan groeien en waar dat je staat. Als je nu denkt, waar heeft Natasja het over? Kijk dan eerst de introductiefilm, daar wordt alles in uitgelegd. Maar voor nu zeg ik weer, veel kijkplezier. Deze aflevering gaan we naar de P van proces. En proces is eigenlijk, hoe ben ik georganiseerd? Stel je die vraag eens en kijk eens wat je hebt vastgelegd en wat de afspraken zijn met de mensen waar je mee werkt. Lijkt de meest moeilijke, omdat dat ook wel de meest harde is. Hè? Dat zijn dingen die je moet regelen met elkaar. Maar wat ten grondslag ligt is toch, hoe kom ik van een pioniersfase nou naar die organisatiefase waar ik in wil gaan zitten, omdat ik mijn hoofd vrij wil maken en ik wil heel erg graag kunnen ondernemen. In plaats dat ik alleen maar ga knippen, dat moet je vooral blijven doen. Maar niet als je meer wil verdienen, meer gaan knippen. Nee, dan moet je beter organiseren. Want als je mensen hebt die bij je werken en je kan in een goede organisatie mensen functioneel erin zetten, uiteindelijk ga je dan natuurlijk gewoon meer verdienen. En nogmaals, hè, verdienen, omzet maken, winst maken, het is echt geen vies woord. Je hebt het gewoon als bedrijf nodig. Toen ik met Natas het openingsfilmpje opnam, hebben we het even gehad over de ontwikkeling van een bedrijf. Ik wil daar toch nog even naar terug. Even kijken, want we zijn uiteindelijk allemaal begonnen in de pioniersfase. En of je nou een bedrijf overneemt of je start het is altijd starten vanuit die pioniersfase. Dus die flexibiliteit die je daarbij hebt en de passie die je had en hebt waarschijnlijk nog, ik hoop het voor je, voor dat wat je doet, dat zit allemaal in de pioniersfase. Je neemt mensen aan en je bedrijf groeit en groeit en groeit. Als ik het bij mezelf zoek, dan zie ik toen in 1976 begonnen. Ik ben 1 juni begonnen en in december had ik al 3 mensen bij me werken. Ik was slechts 21, wist ik veel. Dus we hadden het gezellig, hè? We hadden nog geen visie, het was kumbaya. We hadden het echt gezellig. Maar uiteindelijk een proces in het bedrijf brengen, daar moet je heel veel meer voor doen en weten dan alleen maar gezelligheid. We zijn op een gegeven moment zijn we naar een groter bedrijf gegaan. En toen moest ik wel van een pioniersfase waar alles op mij neerkwam, waar het me soms echt overliep. Van het werk en de verantwoordelijkheden waar ik me totaal niet bewust van was. Dingen niet georganiseerd, niet geregeld. Daardoor kreeg je ook uitval in die pioniersfase van mensen die je liever niet kwijt wilden. Ook klanten niet, maar ze konden gewoon niet anders dan het bedrijf verlaten omdat er niets was geregeld. Maar je had ook een point of no return, hè? Je kunt niet terug. In mijn geval, ik had een hypotheek, geloof ik. Ik weet zeker dat ik een gezin had en die heb ik gelukkig nog steeds met kinderen. Het vergde heel veel tijd, maar ook mijn bedrijf. En dat moest maar groeien. Maar dat hing aan mijn beide benen. En ik was echt toe aan de next step, aan de volgende stap. En dat was een organisatiefase. En toen ging er een wereld voor me open. Ik zag, zeg maar, het model wat we nu zien draaien. Ik zag dat er een organisatiefase nodig was om jezelf je hoofd leeg te maken en te gaan samenwerken met anderen uit je bedrijf. Dus flexibiliteit moet je houden. Dat is ook wel de kracht van ons bedrijf. Maar ook die organisatie moet je wel hebben. En ik ben toen gaan zoeken binnen mijn team. Wie zou er mij kunnen helpen? En dat is niet gewoon maar aanwijzen, maar even gaan zitten met elkaar. En simpelweg de vraag te stellen, wie zou het fijn vinden om bijvoorbeeld de inkoop te doen? Of wie zou het fijn vinden om de dagelijkse leiding op zich te nemen? De ontwikkeling daarin gaan we natuurlijk allemaal helpen enzovoorts. Maar wie kan mij helpen om het bedrijf verder te ontwikkelen? Het wordt leuk voor jezelf ook, want je ontwikkelt zelf ook. En dan gaan we het met z'n allen doen. Nou, dat heb ik gedaan. En als ik nu naar het volgende model kijk, dat is hoe je dan een bedrijf gaat organiseren. En dat heet een organogram. Een organogram betekent dat je, en dat zie je nu verschijnen, dat betekent dat de ondernemer, die staat bovenaan. Daaronder, een lijntje daaronder, zie je een leidinggevende of een manager, zo je wilt.
En daaronder zitten de teamleden. Nou, wat je nu ziet in de pioniersfase, is dat alles via zeg maar, de ondernemer loopt. Omdat er geen manager of leidinggevende ertussen zit. Dus alle vragen komen dan ook bij de ondernemer of onderneemster terecht. Als je er een soort filter in bouwt, door de manager ook wel uit te leggen wat wel en niet de beslissingsmomenten zijn en de kerntaken van zo'n ondernemer, hè, wat mogen ze wel of niet beslissen, dan zie je dat al die informatie die de medewerkers willen hebben of willen delen, dat loopt via de manager of de leidinggevende. Je moet wel overleggen inbouwen tussen de manager en de leidinggevende, maar al die vragen, vrije dagen, planningen, andere vragen die ze hebben, daar ben je van vrijgesteld. Die komen uiteindelijk wel een keer naar je toe bij een managementoverleg. Als je een goede manager hebt, is dat goud waard, want die houden je uit de wind. En overigens, maak nooit de afspraak van, weet je, als ik er niet ben, ben jij de manager, maar als ik er wel ben, ben ik de manager. Dat werkt niet. Een manager is altijd de manager. En ook als je in deeltijd mensen hebt, een goede manager werkt op zijn minst 3 dagen, het liefst 4 en het allerliefst 5. Maar kijk even wie dan daar geschikt voor zou zijn en wie je zou kunnen aanvullen. Maak dan niet de fout dat als je een organigram hebt ingericht en je hebt dus een leidinggevende of een manager tussen je team zitten, dat als een team aan de manager vraagt, ik zou graag morgen, volgende week of whatever vrij willen krijgen, en de manager zegt, sorry, dat gaat niet, dat ze achter de manager omgaan naar de ondernemer, want het is zo'n aardige man of vrouw, en die zegt, ja, nee, dat regel ik wel. Doe dat niet, dat is echt dodelijk, want daarmee knip je eigenlijk de manager of de leidinggevende ertussenuit en is dan ook geen autoriteit meer, want ja, als er wat is, dan lopen ze direct wel naar jou toe. Dat moet je dus niet doen. Wat je wel ook moet doen, als je van een pioniersfase naar een organisatiefase gaat, is dingen afspreken, maar ook vastleggen. Dat is dan de harde kant, hè? De koude kant van je bedrijf. De warme kant is P van people, lekker omarmen, we houden allemaal van elkaar. Maar dit zijn echt wel de afspraken die je moet maken met elkaar. En als je die goed maakt en het is duidelijk, het werkt, dan kun je ook weer van elkaar houden, want dan krijg je geen discussie. Mensen hebben de neiging, en daar hebben ze groot gelijk in, om altijd te kijken, en dat zijn dan bijna dagkoersen van de ondernemer, wat mag wel, wat mag niet. En je ziet in goed georganiseerde bedrijven dat medewerkers dat vaak zelf regelen. Dan zeggen ze, ja, dat hoef je hier niet te doen, want dat mag gewoon niet. Dan ben je daar waar je wilt zijn. Een handboek is veel werk, maar maak wel raamafspraken met elkaar. We hebben natuurlijk een collectieve arbeidsovereenkomst, hè, afgekort een CAO. Daar staan al zaken in. Maar je kunt als bedrijf daar dingen aan toevoegen. Of misschien zeggen, nou dat doe ik niet, dat doe ik wel. Maar het raamwerk moet wel zijn dat je elkaar vrijheid geeft en elkaar ook kunt vertrouwen. Dat is belangrijk en daar heb je afspraken voor nodig. En ja, wat je ook ziet op dit moment is dat bij processen moet je ook wel gewoon wat flexibiliteit tonen. Ik neem even ons eigen bedrijf. We hebben mensen die werken al lang bij ons. Die kwamen bij ons toen ze 18, 19 waren en die zijn nu 30, noem maar wat. En die hebben andere gezinssamenstellingen, die hebben kinderen. En die willen ook wel eens vrij op zaterdag enzovoort. En wat ik merk in de praktijk, dat mensen daar heel erg geharnast in zitten. Dus de ondernemers, die zijn daar heel geharnast in. Nee, vrijdags en zaterdag. Staat ook overigens in de CAO. 5 vrijdagen en zaterdagen per jaar mag je vrij zijn. En daar houden we ons aan. Doe dit niet. Kijk gewoon wat kun je bereiken met elkaar. Want je jaagt die mensen letterlijk de deur uit. Doe dat niet. Ga kijken, de PVM-proces, wat kun je afspreken met elkaar. Het is ook niet erg om dat vast te leggen. Maar dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Maar hou die flexibiliteit. Dus flexibiliteit en organisatie, dat is wat je nodig hebt voor een organisatiefase. Een van de belangrijkste zaken bij de PVM-proces is dat je geautomatiseerd bent. Want als je dat niet bent, dan heb je ook geen informatie waar je uit kunt tappen. Stel, je wil iets doen, je wil iets bedenken, je wil een actie maken voor een bepaalde doelgroep, een kleur of knip. En je weet bij God niet, ja, je hebt een kaartenbak met waarschijnlijk nog duimen erop met verf erin. En je kunt er bijna niks op terugvinden. Je moet echt geautomatiseerd zijn. En dan kun je allerlei vragen stellen aan jezelf. Wat wil ik weten? Bij de P van people wil je weten hoeveel uren werken mensen,
Hoe vaak zijn ze er? Hoe effectief zijn ze? We gaan er bij de P van Profit nog veel meer over zeggen. Maar dat zijn allemaal informatiebronnen die je nodig hebt om tot een beslissing te komen. Ook als je dan gaat kijken naar de P van Product. Het geeft precies aan, elk bestand, elke toeleverancier geeft percentages aan van de omzet gerelateerd aan het product of de dienst die je hebt. Kijk daarna en doe je voordeel erbij. Maar wat wel belangrijk is, is dat je jezelf afvraagt, wat levert mijn bedrijf me nou op? En als ik nou meer zou willen, wat echt niet erg is, waar ga ik dat dan zoeken? Welke productgroepen zouden mij daarbij kunnen helpen? Wat kan ik meer of minder doen? We hebben het er al over gehad, maar het is zo belangrijk. Maar vooral, wat wil ik zelf? Waar wil ik heen met mijn bedrijf? Heb ik die visie? Heb ik die ontwikkeld? Zit die geharnast in mijn bedrijfsstructuur? En hoe kunnen we met elkaar daarin gaan samenwerken? De P van Process is echt een hele harde binnen je bedrijfsvoering, binnen de vier P's. Is dat, denk ik, het afhankelijk welke fase je zit. Maar als je wel eens zegt, ja, ik weet sommige dingen niet, of de motivatie ontbreekt, of ik heb klanteninformatie nodig, dan heb je echt de P van Process nodig. Wil je iets meer weten over je klanten? Dan heb je natuurlijk informatie uit de P van Process nodig, maar dan ga je naar de P van People. Daar kun je dingen bedenken, daar kun je eens gaan kijken, hey, hoe vaak komen mensen eigenlijk? Wat besteden ze als ze komen? Welke leeftijdsgroepen? Dat zit allemaal in de P van Process. Dat kun je allemaal uit je computer, uit je bestand halen. En daar kun je, zoals dat dan heet, beleid op maken. Daar kun je actie op ondernemen. Dan weet je ook echt iets. Wat ik ook belangrijk vind, is als je gaat kijken naar de P van Process, gekoppeld aan de P van People, maar ook weer gekoppeld aan de P van Profit, is als iemand nou bij je binnenkomt, een medewerker, die komt 's ochtends binnen om 8:30 of 9:00 of 9:30, whatever, wanneer je open gaat, en die werkt tot 6:00, noem even wat. Hoeveel tijd heeft iemand dan aan klanten besteed? Met andere woorden, dat is de efficiëntie. Jij betaalt 100% salaris die dag, dan gaan natuurlijk de pauzes af een uur, maar dan blijft er iets over. Leveren die mensen dat op? En zo ja, welke dagen zijn ze extra druk en extra bezet en welke dagen zouden wat meer bij kunnen? Bij de P van Profit gaan we daar zeker naar kijken. Maar je hebt wel die informatie nodig uit je P van Process om daar te komen, om tot een beslissing te komen met elkaar. Dat doe je echt op basis van informatie. Ik hoop dat ik met deze sessie jullie geïnteresseerd heb gekregen om eens diep in je bedrijf te kijken. De koude kant van je bedrijf, laat ik het zo maar noemen, om die warm te maken. Om te kijken of dat iets is waar je in kunt vinden. En dan verder gaan naar de P van Profit. Succes, dank jullie wel. Wow, dit is echt een diepe inkijk in je bedrijf. Hè, dit is echt wel weer een proces waar je doorheen moet om weer te kunnen groeien. Wil je hier nu dieper op ingaan? Neem dan contact op met Richard Koffijberg, de eigenaar van Business Factory.